Wat zou jij willen worden later? President. De president van Amerika. Welkom bij Girls in Charge. In deze serie gaan we op een bijzondere manier met meiden in gesprek over hoe zij de toekomst zien. Deze aflevering gaan we het hebben over hun droombaan. Wat is volgens jullie de belangrijkste baan op de hele wereld? Nee. Juf worden. Juf, is dat de belangrijkste baan in de wereld? Ja, voor mij wel. Voor jou? Of bij de Olympische Spelen spelen. Omdat ik er zelf mee aan wil doen. Oh, wat denk jij? President. De president van Amerika. Bijvoorbeeld. Ja, kan. Maar wat zou jij willen worden als je later groot bent? Ik wil al best lang heel graag in het laboratorium gaan werken. Zo. Ik wil heel graag iets van bloed onderzoeken of zo. Want ik heb zelf ook een keer bloed laten prikken. Toen kreeg je een naald in je arm en dan nemen ze het bloed. En ja, toen dacht ze hadden jij, oh, wat vier flesjes hadden ze. Rosalie, wat zou jij willen worden later? Haarstyliste of ja, make-up artist. Het liefst zou ik wel model willen worden, maar lukt dat me niet, dan zou ik gaan ontwerpen. Want je moet best wel allemaal veel dingen kunnen ook om model te zijn, hè? We houden van kleren die niet lekker zitten, maar wel mooi zijn. Nou, ik hoor wel veel verschillende beroepen die jullie leuk vinden. En ik hoor ook wel veel dingen waarbij je een beetje creatief moet zijn. Dat komt wel heel goed uit, want ik heb hier een hele berg met Lego dots. En nu zou ik het leuk vinden als jullie met die dots een afbeelding gaan maken wat te maken heeft met jouw droombaan. Een hockeystick. Bijvoorbeeld. Of ik hoorde ook een medaille. Ja. Een grote medaille. Ja. Die kan je erop maken. Ik zou zeggen, ga aan de slag. Ga maar eens kijken wat het worden gaat. Doen? Met welke kleurtjes je het wil doen. En welke medaillekleur je natuurlijk wil. Ik ga gewoon voor de goud. Dat hoopte ik al. Maar zo kort. Oké, we moeten echt doorbouwen, jongens. Maar ik ben echt nog niet klaar. Nee, maar we hebben het nog even. Ik heb er meer nodig. Denk je dat je ouders het vinden als jij een model als baan hebt? Leuk, denk ik. Ja? Maakt dat uit wat je ouders vinden van je werk? Nee. Nee? Voor mij niet. En wat moet jij denk je allemaal doen, Noortje, als jij jouw baan hebt van juf? Kinderen slimmer maken. Kinderen slimmer maken. Zei je dat dan? Ja. Ja. Moet je ook veel lezen, denk je? Ja. Maar ik zit wel pas in groep 5. Oh ja. Dus ik moet nog wel even. Moet je met je geld kunnen verdienen met je werk? Ja. Het moet gewoon een goede baan zijn. Dus dat je geld krijgt en dat je je huis kan betalen, water kan betalen. Alles kan betalen eigenlijk. Nieuwe make-up? Ja. Ook wel belangrijk, anders kan je niet werken. Wie vindt het belangrijk om met zijn droombaan ook iets goeds te betekenen voor de wereld? Ja, ik, maar dat doe ik al. Iedereen eigenlijk. Ik wil geld opvangen en dat aan een soort van opvang geven waar kinderen zijn die die het ziekenhuis niet kunnen betalen. Ik geef niet om geld, soort van om soort van lekker zelf lekker rijk te worden of zo. Nee, maar ik wil gewoon geven aan de wereld. Jaslyn, hoe ga je dan met als modeontwerper iets goeds doen voor de wereld? Ik wil oud kleding dat al is gedragen en uit. Een beetje hergebruiken van die spullen. Mm-hmm. Oké, ik ben wel benieuwd, hè. Wie is jullie idool? Chantal Jansen. Oh ja? Yeah. Oh wauw. En waarom dan? Ik ben klaar. Oh, je bent klaar? Even kijken. Heel mooi gelukt, meiden, die kunstwerkjes. Goed geknutseld. Ik ben heel trots op dit. Ik zou er ook trots op zijn. Goed gedaan. En ik ben heel erg benieuwd wat er in de volgende aflevering gaat gebeuren. Ja, ik ook. Ja. Lekker doorbouwen, toch? Ja.